Welkom bij de podcast van thema 1, Liefde in de lucht. En hier zien we een soort Barbie en Ken, en daar missen de primaire geslachtskenmerken. De geslachtskenmerken die vanaf de geboorte duidelijk maken of je een jongen of een meisje bent. Dus penis en balzak en schaamlippen. Toch kun je zien wie Ken en wie Barbie is, en dat komt door de secundaire geslachtskenmerken die ontstaan in de puberteit. Dat is voor beide een enorme lengtegroei, zowel bij jongens als meisjes. Dat is het ontstaan van okselhaar, meer zweetklieren, het ontstaan van schaamhaar en de groei van de geslachtsorganen. Een jongen gaat in de puberteit zaadcellen maken, dat betekent dat hij vruchtbaar is. Hij krijgt dikkere spieren en hij krijgt baardgroei. Een meisje gaat eicellen maken, krijgt betere heupen, meer vet onder de huid en borstgroei. Maar niet alleen lichamelijk gebeurt er het een en ander, ook je hersenen veranderen enorm. Vooral aan de voorkant, die frontaalkwab, daar worden heel veel verbindingen gemaakt. Een heel verwarrende tijd, de puberteit, waarin je meer je eigen beslissingen wilt nemen, maar nog moeite hebt met plannen, maar dat wel steeds beter gaat kunnen. Die lengtegroei in de puberteit, die heeft te maken met hormonen. Je ziet hier onderaan de hersenen het rode ertje, dat is de hypofyse, die groeihormoon maakt. Dat groeihormoon wordt afgegeven aan het bloed. En via het bloed gaat dat groeihormoon je hele lichaam door. Maar alleen de cellen in je lichaam die boodschap, dat hormoon, moeten krijgen, die snappen die boodschap, die reageren daarop en die botten gaan groeien. In de puberteit verander je, je krijgt andere interesses. Zoals deze jongen die gepierste en getatoeëerde eieren wil. Wat de rol is van mannen en vrouwen, wordt bepaald door de maatschappij. Maar dat verandert en daarmee veranderen de rolpatronen. Hier een poster van vroeger om aan te geven dat vrouwen ook mannenberoepen kunnen doen. En een parodie daarop. En ook zo'n foto die aangeeft dat vrouwen ook best automonteur kunnen worden. En met die veranderende rollen, want hoe is dat bij jou? Wie kookt er bij jou? Wie stofzuigt er bij jou? Alleen je vader of ook je moeder of andersom of allebei? Veranderende rolpatronen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Biocast Liefde in de lucht. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.